Joel snapt er helemaal niks van. Hij denkt, wat gebeurt hier? Welkom bij de Prankshow mensen, mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van verschrikkelijke pranks. En in deze aflevering is mijn slachtoffer Joel Beukers. Je kan hem kennen van Joel Beukers hier! Nee, wacht even. Je kan hem kennen van zijn filmpjes waarin hij altijd... Wat ik dus wilde zeggen, Joel Beukers kan je kennen van... Houd toch op, joh! Weet je wat? Laat me zitten. Dit wordt... We hebben vandaag Joel Beukers naar dit pand geleid met een smoes. Hij denkt namelijk dat hij zijn eigen documentaire gaat krijgen. En als hij hier is, dan ontmoet hij Emma. En Emma gaat met hem praten over zijn documentaire. Nou, die documentaire gaat helemaal niet over hem, maar het gaat over iemand anders. Maar eerst moet jij even interesse tonen in de beste man. Wie ben je nou eigenlijk? Nou, ik ben eigenlijk dus ondernemer. Daarna mezelf gaan inzetten op social media, juist voor het merk. Dus echt een bestaande markt penetreren, dus met supplementen, wat al heel erg verzadigd was. Oké, hij praat gewoon lekker. Dat is fijn. Ik kan hem ook even laten wennen aan de situatie. Maar naast al het sporten, waar haal je dan nog meer van? Nou ja, het flaneren. Dus met dit soort dagen gaan we dus gewoon... op pad. Hoe heb je dat vermogen dan zo opgebouwd? Want ik bedoel, een paar van die potjes poeder, daar red je het ook niet mee. Ja. Zo mooi. Eigenlijk is B&M benaderd door Stichting Dance. En zij werken met een beperking, zeg maar. Een van die mensen, dat is Marre. Hij heeft via Stichting Dance laten weten dat hij dus super fan is van jou. Hij is zelfs zo ver dat hij een alter ego heeft aangenomen, Joe Beukers. Dat is eigenlijk de docu. Hij komt er hier achter dat de documentaire over Joel Beukers, die gaat eigenlijk helemaal niet over Joel Beukers. Want dat is veel te duur, kost veel te veel tijd, is allemaal moeilijk plannen. Hij gaat volgende week op vakantie. Maar in plaats daarvan gaat de documentaire eigenlijk over Joe Beukers. En dat is Mark. En Mark denkt dat hij Joel Beukers is. Maar dat is hij natuurlijk niet. Hij is helemaal vol van jou, dus hij heeft dat helemaal in zijn hoofd. Nou, de beuk erin, we gaan ervoor, dat is het. We hebben al een trailer, die kan ik je heel even laten zien. Heeft de muziek gewerkt? Oh, dan moet je mij niet vragen, dat weet ik niet. Zo, goed. Hij vindt het goed. Joe, oftewel Mark, hij sluit zo even aan. Hoe oud is hij? Hij is in de 40. Hij is al in de 40, joh. Ja. Oh, even zien hoor. Met Emma. Hey, met Mark. Mark, ik ben er. We zitten op dezelfde Hallo? Plek als vorige keer. Mark? Ja? Buiten? Kom eraan! Okay. Tot zo! Het is echt een schatje, maar hij heeft iets aan zijn stem. Ik moet er altijd een beetje... Ik kan mijn lachen slecht inhouden, zeg maar, als ik hem hoor praten. Dus, Okay. Succes, dankjewel. Ga maar linksom, hè. Ja, linksom. Hoi, Mark! Hey, Mark! Hoi! Kijk even. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Deze man is een acteur die niet alleen speelt alsof hij zwakbegaafd is. Hij doet ook alsof hij psychiatrische problemen heeft. Met tics en boosheid en agressie. Heftig. Daar zijn we dan, hè? Hoi, daar is hij. Nee! Hey. Een beetje blij? Ja! Heb je een scoopje op of zo? Nee! Nee, hè? Nee, je nog niet! Je bent gewoon heel blij, hè? Straks wel! Ja, kijk even. Ja. Reed je ook een beetje? Sorry, een beetje schepje. Mag een fotootje? Ja, natuurlijk wel. Fotootje, hè? Mark heeft dus een aantal dingen bedacht, waar hij ook helemaal zelf mee gekomen is eigenlijk. Ja. We gaan voor platinum in plaats van goud, want platinum is natuurlijk nog beter dan goud. Ja. En flaneren doe je ook, hè? Flaneren? Ja, ja, doe je flaneren over de boulevard. De chickies dan... ja. Die naar je kijken, zeg maar. Ja. En het zou natuurlijk tof zijn als we ook een dag dat jullie samen gaan trainen. Of, ja, mag je dan ook in je auto rijden? Ja, nou, je mag sowieso bij mij, met me meerijden. Ik kan best wel even over de autobaan werken. Oeh! Ik weet niet of je dat aan kan. Ja, ja. Hè? Ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Joel gaat er wel echt goed mee om. Het is wel gewoon een hele lieve gozer. Hij gaat er wel precies om met een beetje zwakbegaafde mensen als het moet. Gewoon leuk. Wat vind je ervan, van het concept? Ja, ik vind het leuk. Ja?
leuke gast ook. Dus heel positief. Ja. Mark, a.k.a. Joe Beukers, gaat even naar het toilet en dan is het tijd, want Emma gaat Joël Beukers iets vertellen. Ja, wij hebben de rechten van zowel Joe Beukers als Joël Beukers geregistreerd. Ja, met andere woorden, ze hebben eigenlijk alles wat Joël in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, gejat. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hé, het gaat hartstikke goed. Jeetje, maar hij is super aardig. Hij is super aardig. Ja, dat is doet gewoon een beetje pijn zelfs. Een half minuut en dan geef je wel een seintje. Ja, geef maar een seintje. En onze juridische afdeling die heeft zowel de naam Joe Beukers als Joël Beukers laten vastleggen. Dat heb je zelf blijkbaar niet gedaan. Volgens mij wel. Volgens jou niet. Ja. Dus onlangs hebben we dat in gang gezet. Allemaal. Vindt hij niet zo leuk? Dat over die beeldrechten vindt hij niet zo leuk? Je mag wel weer gaan. Ja. Ja. Ja, emmertjes mee. Breng er echt wat energie in. Ik begreep van de juridische afdeling dat ze zeiden, we hebben ze allebei vast laten leggen. Oké. Okay. Dan ga ik eventjes straks weer bellen. Ja. Ja. Nou ja, dat weet ik er ook niet fijn van, maar... Had je die al meegenomen? Ja. Hadden ze die al gegeven? Ja. Oh, je hebt er niet in geplast. Nee. Nee. Ik wil hem ook wel uit, hoor. Ja, dok. Ja. Emmetje. Ja, Joe. Ja. Ja. Volgens mij hebben we een emmertje erbij. Emmetje. Emmertje erbij. Emmetje. Emmetje. Oké. Emmertje! Oh, lekker dat hij. Ja. Oké. Ah, super! Hij doet niet schreeuwen! Ik wil je wel iets geven, maar... Hij doet niet schreeuwen! Nee, maar ik ga zo toch... Hij doet niet schreeuwen! Oh! Hij doet niet schreeuwen! Hij kan niet altijd schreeuwen, hè, Joe? Hij doet niet ja, ik heb natuurlijk wel alle poeder in mijn gezicht. Het is even overweldigend, hè? Ja. Stukje trainen. Mm-hmm. Stukje in de auto rijden. Stukje flaneren. In de auto rijden? Ja. Van leuke dingen doen, hoor. Mm. Als jij er zin in hebt, hè? Nee. Ik weet niet! Wat is er? Ik weet niet! Niet hetzelfde! Joe Beukers is een beetje verdrietig. Hij is sad, want Joël Beukers is niet zoals hij denkt dat hij zou zijn. Joël is natuurlijk in zijn filmpjes heel explosief, maar in het echt is het gewoon een chille, normale guy. Hij heeft ook al die emmer niet over zijn hele gezicht heen gegooid, dus hij, het kan allemaal niet. Ja, en dat kan jij natuurlijk niet aan. En dan crasht hij. Maakt niet uit, ga maar lekker zitten. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed, Joe. Dit is niet normaal. Mag ik, doe het. Nee, Joe. Niet zo. Wat is er? Is niet zo. Nee. Nee. Jij bent toch ook, als je de camera doet, hè, doe je ook een beeld. Niet zo. Niet zo. Een beetje water? Nee! Joël snapt er helemaal niks van. Hij denkt, wat gebeurt hier? Ik had ze toch geen koekje afgenomen, dan ben ik ook nog rustig. Ja. Wil je nog de documentaire? Wil je nog met hem op pad en zo? En samen sporten? Nee, wil ik niet! Oh. Dat is ook meer. Joël is zo lief, jongen. Hij gaat er echt goed mee om. Echt een lieve guy. Rustig, Mark, hè? Rustig. Nee, het is niet hetzelfde! Is goed. Ja. Oké. Okay. Doei, Mark.
Close op hem. Hey, Joel! Wat ga je doen? Ja, ik ga fucking flaneren. Nou ja, dit is Erwin. Goed gespeeld. Ja, ik denk, ik blijf rustig. Tering, ja, je bleef echt tering rustig. Dit was toch absurd? Ja, zeker. Voor zover ik nog niet hoor dat we zijn mensen in de zijk aan het nemen. Ja, dat had je wel door. Vind je dat soort van grappig of vind je het eigenlijk niet grappig? Ja, ik vind het wel grappig. Oké, gelukkig. Man. Dat doet wel. Dat het een grapje is. Ja. Oh, wat een bevalling. Dankjewel. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.